Ik had er heel veel zin in vanmorgen. Dat werkt dus niet. En nou ook. Te laat. Het hele gezeur van Advaita en zo. Het is niet om een nieuw setje regels te verzinnen waar je aan moet voldoen. Het is een handreiking of uitnodiging om eens naar dingen te kijken. Op een andere manier. Met een kans dat er iets ontdekt wordt. Dus het heeft niks met succes of presteren te maken. Dus als we erin gaan, zou ik maar zeggen, met... Ik moet iets bereiken, of ik moet iets presteren, of ik moet succes behalen, dan kun je het eigenlijk beter laten. Want de meeste dingen in de wereld is een kwestie van vergaren, bereiken, te pakken krijgen enzovoort. Maar hier gaat het eigenlijk om te verdwijnen. Dus eigenlijk alles wat je erbij krijgt in je spirituele bezigheden, dat maakt het erger. Hoe meer je toevoegt, hoe meer je wordt, terwijl het juist gaat om te ontdekken dat je niets bent. En dat hebben ze. Hebben ze je hele leven al verteld. Dat je niets waard bent, weet je wel. Jij kunt ook niks. Je deugt niet, je voldoet niet, je bent niks waard. Ja, dat, iedereen die weet dat eigenlijk wel. Maar daar heb je je hele leven tegen lopen verzet, alleen ze hadden gelijk. Als je hele leven probeert te bewijzen dat je wel iets waard bent en kijk maar eens even. En, ik heb dit en ik kan dat en weet je wel, al die dingen. Om maar te verhullen, dat je als je goed kijkt, there's nobody there. Warm hier. Lekker, hè? Vind je het lekker? Ja? Oké. Dus voordat je er ergen hebt, als je met die spirituele stof bezig bent, dan krijg je van die praatgroepjes. Ik heb dit ingezien, ik heb dat beleefd, ik heb die ervaring gehad, ik ben daar geweest, ik heb die cursus gedaan, ik heb dit certificaat. En dan denk je dat je vordert. Maar je wordt alleen maar meer. Zodra er iets geclaimd wordt, is het je ego. Zodra er een openbaring is, is die wat het is. En vervolgens kun je, als je oplet, zien dat het ego erop duikt, hem gaat inlijsten, hem aan de muur hangt. Van je spiritual hall of fame. En dan heb je er weer een heel klein kettingje bij. En als je dan pech hebt, dan kom je iemand tegen die heeft nog een cooler in zich. Ja, dan voel je je weer niks. Dan wordt het net zo'n beetje als Raymond van Barneveld, die gewoon goed staat te spelen, een halve finale haalt en zegt, ja, dan heb ik weer niks. Fucking jankt. Echt, man. Die ga ik een keer schoppen. Maar goed dat die nooit op zeldzaam komt. Zo
voor hem heel makkelijk zijn om het niets te realiseren. Want zo loopt hij altijd rond. Ik ben niks en ik kan niks. Dus het is meer iets, zal ik maar zeggen, wat jou te pakken kan krijgen. En zodra jij iets te pakken krijgt, dan zit je vast eigenlijk. Ik weet niet of dit erg opwekkend is allemaal, maar ik had ook niet gepland zo te beginnen, maar ik ga daar niet over. Dus kom erop met die inzichten. Ik heb wat vragen. Ja. Wie ontdekt dat er niets is? Waarom moet er dan wie zijn? Je zegt net van, op een gegeven moment ontdek je, je wordt steeds minder en minder. Ik zet het af tegen een ervaring die ik heb. En het was ook een vraag, vandaar waarschijnlijk dat je erover begint. Dat zal zijn. Ja, dus morgens als ik ga zitten, ben ik wel eens gaan mediteren. En dan, ik lees een stukje, Mystica Data of... Nou. Op een gegeven moment word ik rustiger en doe ik zelfonderzoek, self-inquiry. En ik constateer dat het steeds minder wordt, en het geluid valt weg. En uiteindelijk constateer ik een half uur of soms of langer, maar later dat ik dat er niks was. Ik ontleende er verder helemaal niks aan. In de zin van, oh jippie jippie of zo. Maar ik constateer het. En ik zit er wel een beetje mee, want ik denk van ja, wat, zit ik een beetje zelfhypnose uit te voeren? Of wat is dit? Moet ik dit laten? Is dat je advies? Hoe laat dat is verloren energie? Of is het... Dus ja. Ja. Dus wat is de vraag nou precies? Dat is die vraag van... De vraag is, zal ik daarmee doorgaan? In de zin van gewoon morgens gaan zitten dan en doe je, ontspannen. Dan doe je net alsof jij daarover gaat. Dus ja, probeer dat maar eens een maand niet te doen en je zult zien dat het niet gaat. Ik denk dat je nog een keer. Doe het maar een maand niet. Ja, probeer maar. Dan zul je zien dat je vroeg of laat de neiging hebt om wel te gaan zitten. Of om wel niet zeggen dat te lezen. Omdat dat gewoon gebeurt blijkbaar. Wij denken dat we alles maar beslissen. Dat is de ziekte van het ego. Die denkt dat hij de hele tijd bepaalt, kiest, doet, klemt, stuurt. Maar het is wel een soort verlangen. Dat voel ik wel. Als ik ga zitten, het is niet een must. Het hoeft niet altijd te doen en zo. Maar het is wel een soort van verlangen. Ja, dat is wel cool. Dus laat dat gewoon gebeuren. Er is geen enkele oproep hier om iets anders te doen. De enige oproep is, kijk eens naar waar dingen vandaan komen, dan is de kans aanwezig dat je ontdekt dat dingen zich spontaan voltrekken. En dat die hele beslissingsmaker die wij denken te zijn, dat die eigenlijk helemaal geen macht heeft. En iedereen, op een heel simpel niveau die weet dat, iedereen die hier, die heeft zich wel eens in zijn leven dingen voorgenomen. Nou, meestal komt er niks van. Vol overtuiging roep je, ik drink nooit meer als je een kater hebt. Twee dagen later heb je zin in een biertje. Weet je wel. Of nu ga ik drie keer per dag een uur mediteren. Ja, je hebt gewoon geen zin. Dus het enige wat er eigenlijk uitvalt, vroeg of laat misschien, is het idee, ik doe dit of dat. Er verandert feitelijk niks behalve dat claimgedrag. En dat heeft allerlei side effects. Het is als er geen claimgedrag is, heel lastig bijvoorbeeld om trots of schuldig te zijn. Want dat kan alleen als ik degene ben die het doet. Maar als er werkelijk is ingezien of als dat idee weg is gevallen dat er niemand is, maar dat gewoon handelingen plaatsvinden. Ja, waar moet je dan trots of schaamtevol over zijn? Het ging zoals het ging. Niet als excuus, maar die beleving is er dan niet. Nou, zo is dat ook bijvoorbeeld met mediteren of onderzoek. Op een gegeven moment kan het zijn dat er ontdekt wordt, er vindt meditatie of onderzoek of
darten of whatever plaats. Maar dat is gewoon een gebeurtenis. Dat is niet beter of slechter dan iets anders. Het is niet voor of van een ik. Het is gewoon een van de levensbewegingen, net als tandenpoetsen. Dan zeggen we ook niet van, oh, ik heb zo goed mijn tanden gepoetst. En, dus de eerste vraag die je stelde, van wie ziet dat dan in? Dat geeft dus aan dat wij sterk geloven in een wie. Strikt genomen is er geen wie, er wordt waargenomen. En er wordt waargenomen, dat kan ontdekt worden, dat meestal er geleefd wordt in een ik ben iemand modus. Maar dat soms dat gewoon weg kan vallen en dan is er gewaar zijn. Maar niet iemand die ergens van gewaar is. En dit zijn dus dingen die ontdekt kunnen worden. Niet dat dat moet. Of dat je pas oké bent als je dat ook ziet of iets dergelijks. Want dat wordt er heel snel van gemaakt. Er zijn lui die dat zo zien. Het is mogelijk dat dat ontdekt wordt. Maar je bent niet minder als dat niet zo is. Omdat wij zo in die zelfbeoordeling en veroordeling zitten, maken we dat er wel heel snel van. Ik ben pas goed genoeg als ik verlegd ben. Terwijl ik niet eens weet wat het is natuurlijk. Dus het zou al heel tof zijn als we gewoon wat losser in ons vel kwamen te zitten, zeg maar. En gewoon konden ervaren dat dingen voltrekken zich zo. En deze body-mind die gaat op deze manier met dingen om. En een ander op een andere manier. It's all okay. Maar goed, soms is er in de body mind verkramping. Ja, nou dat gebeurt toch ook zomaar. Als je dat kunt zien vanuit helderheid, dan is het gewoon een constatering, net als een vaas bloemen. Ah, verkramping. Maar wij gaan zeggen, er mag geen verkramping zijn. Maar dat staat nergens. Waar blijft dan de ogenschijnlijke Ananda? Daar heb je het dan over, Ananda. Ik heb het daar nooit over. Dus. Als er iets niet interessant is, is dat het wel. Ananda is een kortstondige spiritual high. What goes up must come down. Dus dat is gewoon een ervaring, net als een bos bloemen of een verkramping. En dan gaan we zeggen, Ananda is beter dan verkramping. Nee, het is hetzelfde, want het heeft een begin, midden en eind. Wij zeggen dat dat leuker is en dat verkramping minder leuk is. Dus gaan we op jacht, je ego, die gaat dan op jacht naar de Ananda-beleving en dan moet de verkrampingsbeleving bestreden worden of iets dergelijks. Maar je kunt beter bij wijze van spreken dan dat ego laten voor wat het is. Alles laten voor wat het is. Dan kun je ontdekken dat strikt genomen alles is genieten of Ananda. Waarom is verkramping minder interessant dan een aanval van bliss? Het zijn allebei tijdelijke aandoeningen. Verkramping is heel cool. Er is feitelijk niets aan de hand. Er begint een spanning te groeien. Er hechten wat gedachtes aan. Het hele universum lijkt zich te comprimeren. Je wordt de allerbelangrijkste op de planeet. Dat is echt een wonderbaarlijk verschijnsel. Je staart je helemaal blind op die splinter in je teen. Of de kruiswoordpuzzel die mislukt is. Of de echtscheiding, weet je wel, dat soort belangrijke dingen. Nee, het hele universum fixeert zich tot één motherfucker, dat is even wat. Ananda is gewoon van, oh, dat is alles lekker, dat had ik vroeger altijd. Ik in derde. Gewoon een kwestie van goede hars. Afgaan van drie tintjes en boom. Echt serieus, uren bliss. Bliss is easy, verkramping, dat is cool. Als je interesse hebt. De ziekte is de hele tijd dit wel, dat niet. Dit wel, dat niet. Dit wel, dat niet. En we doen exact hetzelfde op het niveau van werk of relaties of whatever. Doen we ook in het spirituele. Dit wel, dat niet. Dit wel, dat niet. Nou, als er iets anti-spiritueel is, is het die dualiteit de hele tijd creëren. En het is alleen maar goed als ik altijd in bliss ben. Er is niemand altijd in bliss.
bar irritant, want je komt nergens meer toe. Ja. Maar dat is dan een gedrag of een gewoonte. Dat je zegt, dit kan je beter niet doen. Pardon? De dualiteitsgedrag van iets kunnen of accepteren. Dat is een gedrag dat hier wordt gezegd. Expliciet of impliciet, dit kan je beter niet doen. Ja hoor, je mag het gerust doen, maar je kunt wel zien wat er van komt. Het helpt je nooit verder. Het houdt je in die polariteit. Nou, als je daarvan houdt, moet je er lekker mee doorgaan. Ik hou er niet van. Dus ik neem het liever zoals het is. En dan is pijn bijvoorbeeld net zo welkom als een aanval van liefde. Nou, daar lijkt me echt wel lastig. Waarom? Ja, je wil altijd van pijn. Dat is de eerste neiging, die kan je ook constateren. Dat is ook een waarneming, maar daar hoef je je niet door te laten regeren. En dan doe je een hele hoop leuke ontdekkingen. Bijvoorbeeld, dat weerstand bieden aan pijn maakt de pijn erger. Weerstand bieden is altijd onhandig, behalve tegen bacteriën. Je krijgt niks weg, kun je vroeg of laat ontdekken, door er tegenaan te gaan zitten duwen. Sterker nog, je duwt er energie in en je fixeert jezelf op dat ene dingetje. Terwijl er nog een miljoen andere dingen zijn. Plus nog een eindeloos veld dat gewoon stil is. Dat ga je allemaal overboord gooien omdat één dingetje zeer doet, emotioneel of fysiek. En het helpt me niks. Dus het mag gerust, maar ik zie het net er niet van. Nee, ik vind het ook vaak een soort van automatisme. Ja, maar je bent toch geen machine? Nee, maar het lijkt wel een soort programmering, weet je wel. Is het ook? Als je zeer doet, dan wil je er vanaf als het is fijn. Ja. Als je ongelukkig bent, wil je daar vanaf. Ja. En zo bewegen we dus de hele tijd, dat is dus een basiswet, van het probleem vandaan. Dus ik ben ongelukkig en dan wil ik daar vanaf. Ik ga niet kijken waarom ik ongelukkig ben. Nou, ongerust ook hoor, maar... No, not really. Je zoekt naar een oplossing. Als we werkelijk af gingen dalen in waarom ben ik ongelukkig, zouden we dingen ontdekken. Maar we onderzoeken alleen maar mijn ongeluk om proberen er van af te komen, een verklaring te vinden of iets dergelijks, een respons daarop. Maar wie daalt er werkelijk af en hoe is het in godsnaam mogelijk? Waar haal ik het vandaan om waar dan ook mee ongelukkig te zijn? Wat is daar allemaal voor nodig om ongelukkig te worden? Nee, we zoeken naar iets waar we gelukkig van worden. Mijn partner gaat er vandoor en dan ga ik gauw een andere zoeken om het gat weer op te vullen. Want, denk ik, blijkbaar, ik word gelukkig van met iemand zijn. Zo barsten we van de aannames, als die niet worden onderzocht, nogmaals, dat is niet erg, maar het risico is dat je heel mechanisch leeft. Nou, ik vind die impulsen af. Terwijl je ook gewoon, als het ware, een stapje terug zou kunnen doen en zo'n mechanisme, zo'n reactionair iets eigenlijk kunt zien. Oké, dit is de reactie, er gebeurt iets, ik wil er vandaan. Oké, wat gebeurt er nou als ik dat niet doe? Wat zou er gebeuren als ik het gewoon zie en voel exact zoals het is? Zonder naar een oplossing te zoeken. Zonder mijn zin te willen krijgen, want daar komt het eigenlijk op neer. Of wil ik acht blijven? Ik noem het ook een beetje de getuigelijke positie. Ik weet niet of jij dat ook zo zegt. Ja, je mag het noemen wat je wil. Maar dat je ervaart, er is kramp of er is stress ergens over. Ik kan wel heel goed in die getuigenpositie zitten. En dat heel goed ervaren, maar dat maakt het toch niet weg of zo. Ja, precies, maar dan ga je dus in die getuigenpositie zitten zodat het weggaat. Nee. Dus dat is gewoon het trucje. Ja, dat zou je zo zeggen, maar. En dat denk ik net. In die getuigenpositie vastzitten is ook weer zo'n soort van handeling of zo. Ja, uiteraard, en daarom ben ik daar niet zo'n fan van. Nee. Want er is nog steeds een iemand die zit te koekeloeren. Ja, maar wat zou je zeggen? Dat gewaarzijn van. Het gewaar zijn is dus, het is fijn dat je dit naar voren brengt, voor mij iets anders dan de getuigen.
De getuige is iemand die zit te koekeloeren en er zit altijd het bijmotief bij, ik wil er vanaf. En dan zet ik het helemaal daar en dan ga ik hier zo, ja, ik zie het wel. Maak geen contact om mij echt, weet je wel, het is daar ginds. Ik hier, dat andere is daar, zo dualistisch als de pest. In gewaarzijn is er geen onderscheid tussen die totaliteit en het verschijnsel. Er is geen belang. Dus iets hoeft ook niet weg. Het rare gevolg daarvan is, als dat zo totaal beleefd wordt, dat het vrij vaak snel gewoon verdampt. Als je in die getuigenpositie gaat zitten, omdat er het bijmotief is van ik wil er eigenlijk vanaf, blijft het in stand. Het is altijd zo. Het werkt perfect. Zodra er maar een micron van het motief is, ik wil er vanaf, blijft het in stand. Ja. Het is fantastisch. Maar zou je dan zeggen, is dat dan nog één stap verder terug uitzoomen? Ja, uiteraard. Die dualiteit opheffen. Er zitten belangen in. Ik beweeg er vandaan naar die veel geprezen getuigenpositie om het niet te hoeven voelen. Ik weet niet of dat zo is, maar meer dat je, het lijkt me wel een soort van, als het is iets wat klikt of zo, getuigenpositie. Eerst ben je bij wijze van spreken poppetje. Op een gegeven moment krijg je de klik getuigenpositie. Zo ging het in ieder geval bij mij. Cool. Maar dan, ik vind dat lastig. Het is, kijk, het punt is van, die getuigen, die neem je ook waar. Ja. So it's not you. It's a trick. Dus wees blij dat dat gebeurd is. En ja, dat klinkt als een opdracht, zo bedoel ik het niet. Maar kijk er doorheen, weet je wel. This is not it. It is a trick of the mind. Die gaat doen alsof die bewustzijn is. Ja, wat in feite dan gebeurt is, normaal zit die zo. De mind die doet dit. En dan gaat hij zo'n beetje op het randje hier zo zitten koekeloeren. Maar het is gewoon dezelfde bol, die is alleen maar groter geworden. De ketting is wat langer. Voelt vrijer, sure. In het begin voelt het een stuk vrijer. Natuurlijk. Maar goed, zo gaan dingetjes. We ontdekken iets en vervolgens ontdekken we nog iets en nog iets. Ja. En eraf. Dit is het niet, dit is het niet, dit is het niet, dit is het niet. Zodat er niks meer weg te gooien is, zeg maar. Bij mij is het, ik heb veel ook uitgezoomd en dan ook zo gekeken, maar bij mij is de laatste tijd veel meer dat ik denk, fuck, ik moet inzoomen. Het is veel meer er naartoe bewegen bijna dan de beweging groter mij. Dat voelt bijna als dissociatie, realiseerde ik mij op een gegeven moment. Dat de naartoe, dat is, daar is veel meer ruimte. En het punt is gewoon van dat, als het om verschijnselen gaat, in sommige situaties het beter is om uit te zoomen en sommige om contact te maken. En dat hangt van de situatie af en een beetje van je aard. Heb je daar een voorbeeld van? Dat is wat je meemaakt. Dat je op een gegeven moment spontaan ontdekt, hé, ik moet niet dat doen. Ik moet het ontmoeten. Hartstikke goed. Spontane ontdekkingen zijn altijd het beste. En het kan zijn dat je een tijdje lang de neiging krijgt om te gaan inzoomen, ja, om het maar even zo te noemen. Ja. En op een gegeven moment draait er weer iets en heeft zoiets van, ja, maar nou ga je weer overdrijven die kant op, terug. Ja. Op een gegeven moment kan het zijn dat er een toestand ontstaat die zo natuurlijk is, dat er ingezoomd wordt als dat aan de orde is en uitgezoomd als dat aan de orde is. Net zo goed als er in- en uitgeademd wordt als het aan de orde is. En als we eerlijk zijn, denk ik, en iets aan het onderzoeken zijn, weten we wat het motief is van onze beweging. Ga ik uitzoomen omdat ik het ruimte wil geven? Of ga ik uitzoomen omdat ik het niet wil voelen? Ga ik er contact mee maken om het werkelijk te proeven? Of kruip ik erin omdat er een spoor van zelfmedelijden en identificatie bezig is?
Dan wil ik het lekker helemaal. Sommige dingen ontdekken we onmiddellijk. Sommige dingen die moet je een beetje in je vingers krijgen. Weet je wel? En idealiter ontwikkelt zich dat gewoon spontaan. Van, hé, wacht even. Mm. Dat is cool. Ik merk een enorme angst op mijn borst. Good. Alsof die nog ontzettend moeilijk om daar contact mee te maken. Nou, je voelt hem al, hoor. Ik voel hem al. Geen extra moeite doen. Gewoon voelen hoe het is, nu. Het is gewoon heel leuk en opmerken wat voor ideetjes er misschien opkomen. En de neiging tot conclusies trekken. Ja, ze dachten dat je het aangaat of zo op een of andere manier. Dat je? Dat je er aangaat. Ja, tuurlijk. Je gaat eraan of je wordt gek. Maar het is gewoon een hartaanval, dus voor de rest. Don't worry about it. Ik wil mij wel gaan. Dus de uitnodiging nu is gewoon om dat te zien en te voelen voor wat het is. Dit te onderzoeken. En als je iets onderzoekt, moet je er eigenlijk zo min mogelijk ingrijpen. Gewoon, wow, wat gebeurt hier? That's interesting. En dan kun je zien dat iets probeert het onder controle te krijgen, ja, en te laten kalmeren en zo. Waar hij net over had, oh man, dan denk ik van, oeh, wat gebeurt er als ik contact met hem maak? Ja. Ja, er is altijd maar één manier om erachter te komen, gebeurt er allemaal? Hij neemt af. Ja, shit. Als hij eruit kwam of zo. Dit zijn hele leuke dingen. Ja, voor jou even niet zo, maar... Ik voel me nou warm worden. Ja, sure. De energie die gaat enorm stromen en dan komt wat opluchting opzetten en zo. Dat zijn hele leuke dingen. Weet je, iedereen die kan gaan roepen op een gegeven moment, ik kan dingen zien en voelen, weet je wel. Totdat er gewoon echt iets toeslaat en dan kunnen we gewoon even in alle eerlijkheid zien hoe het op dat moment gesteld is. Er kan altijd iets optreden waarvan je merkt van, wat je allemaal ook weet en meent te hebben gerealiseerd, dat je gewoon in de weerstand gaat, dat je gewoon... Ziet dat je patroontje, de basis software, zeg maar, hè, overlevingsmechanismes, het gewoon overnemen. Dat is oké. Angst bijvoorbeeld is heel leuk om het over te hebben als het je niet de grazen neemt. Babbelen over stilte en zo is ook cool als je niet bijna explodeert, weet je wel. Maar hoe gaan we ermee om als dat wel gebeurt? Hoe stil zijn we dan? Hoe beschikbaar zijn we dan? Dus wees blij als er iets heftigs over toe gebeurt. Dan kun je gewoon even zien hoe het is op dat moment. De rest van de tijd kun je alles aan elkaar verzinnen. Als dat, als dat aan de gang is, dan kan je wel zeggen, nou, ik ga ermee stoppen, ik stop het weg. Maar ja, je kan wel wat zeggen, maar het slaat nergens op, want als het er is, dan is het er. Yes. Dat je denkt van, nou, het duurt misschien een uurtje. Nou, ik ben nou zo'n beetje een maandje of drie bezig. Dan denk je, nou, ik weet niet wat het eind is, maar ik dacht dat ik al heel veel wist en voelde. En nou, nog niet eens het begin meer. Nergens meer vertrouwen in, geen toekomstbeelden, zo van, pff, helemaal niks.
En dan denk je, nee, weet je, dan gaat die machine natuurlijk weer draaien van, oh, nou, nu ben je op de goede weg. En denk ik, nou, god, die kan er ook nog wel weer bij. Schiet niet erg op. Maar goed, ik laat ook maar van wat het is. Want ik wil onderzoeken en er komt meestal niks uit. Met, nou ja, angst. Geen vertrouwen hebben, weet ik wat er allemaal langskomt. En vanmorgen lag ik in bed weer zo van, nou ja, oké. Okay. Dan is het weer, stel dat de laken een pak, van echt nergens vertrouwen in. Dat ik een super leven heb, maar nergens vertrouwen in. En dan ben je dat, oh ja, en eindelijk lukt het weer spontaan om die stap terug te doen. Want meestal ben ik dan ingezoomd, van, alsof je daar wat over te zeggen hebt, ah nee. En opeens had ik zoiets zo van, zo, alsof ik glimlachend naar mezelf keek, zoiets. Alsof er een dieper contact was van, wat gewoon niets met dat poppetje te maken had. En ik, ah. Zoiets. En, maar vertrouwen, dat is niet best op het ogenblik. Ja. Betere leraar zoeken. Ja. Ja. Ja, maar ik ben ook nog steeds op zoek.